allemaal, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik zit buiten op een heerlijk balkonnetje, want ik ben lekker op vakantie. Ik ben een weekje in Griekenland, in Corfu. We zijn gisteravond aangekomen. Het was donker en ik zag er niet uit. En ik dacht, weet je, ik open het morgen allemaal wel. Ik zal jullie even mijn uitzicht laten zien. We slapen op dit moment in het Park Hotel in Corfu. In Goufia, om precies te zijn. En we hebben gisteren al wel veel ervan gezien. Het is gewoon een prima hotel. Niet mega groot. Ze hebben wel een heel groot zwembad buiten. Maar ja, wij zijn meer van het strand. Dus daar zijn we waarschijnlijk ook meer te vinden. Dat zit niet per se echt aan het hotel. Moeten we wel een stukje lopen. Maar ja. Het eten gisteravond vond ik trouwens niet echt geweldig. Maar ik hoop dat ze elke dag andere dingen hebben. Dan heb ik nog wel goede hoop. En anders kunnen we ook lekker uit eten. Dus ja. Dus dat. Ik ga even de kamer laten zien. Nou, het is wel een troep. Want we hebben natuurlijk geslapen. Maar dit is de hotelkamer. En de bedden zijn kut. Of vond jij het wel meevallen? Nou, ik vond het bed niet zo erg. Maar ik vond het kussen verschrikkelijk. Ja, dat wel. TV. Hier een hele grote kast. En dan is hier de badkamer. Met een hele mooie grote spiegel. Dus dat is heel chill. Mijn één nadeel hier. Als je hebt geplast of whatever je hier ook doet. Mag je het wc-papier dus niet in de wc gooien. Moet je in dat prullenbakje gooien. Dus dat is pittig vies. Maar als je dat niet doet, dan verstop je wc. En dat wil je ook niet. Dus dat is minder. Maar goed, dat overleven we wel. Lekker hè? Heerlijk, lekker water. Dat kom ik nog wel laten zien of ik kan zwemmen. Let op, hè. Ze kan het nog. Okay. Heel goed. Zo, we gaan even lekker naar het strand. En we hebben vandaag ook een tour geboekt voor morgen. Gaan we even lekker Corfu ontdekken, hè mam? Nou, de bejaardentour. Superleuk. Nee. En nu gaan we even lekker op het strand. En het is hier echt super mooi. Een armbandje uit Griekenland met olifant. Ja, laat eens even zien wat we allemaal hebben geshopt. Oké, en ik ook een armbandje met een oogje. Ja, het is niet zo goed te zien, maar maakt niet uit. Wauw, echte vakantiegangers. Nou, met een oogje, geluksoogje. En kijk eens hoe leuk dit is. Een olifantje. Een olifant. Ja. Ja, kijk, dit slaat natuurlijk helemaal nergens op, maar nee. Ik vond het gewoon helemaal schattig. Een Grieks olifant. Toen dacht ik, nou, deze moet ik gewoon hebben. Wat hebben we voor Wolly gekocht? En voor Wolly een sleutelhanger. Een bieropener. En een bieropener met een Griekse godje. Ja, hij wilde het niet. Ja, nu doet hij het. Helemaal blij mee hoor. En nu gaan we even het armbandje omdoen. Yay! Nou, kijk eens wat leuk. Ah, hoe schattig. Een armbandje met olifantjes om in het thema te blijven. Met een oogje. Leuk hoor. Goedemorgen, wij gaan vandaag een leuke tour doen, want we gaan de Noordkant bezoeken met bus en dan allemaal plekjes bezoeken. Dus dat is helemaal leuk. Hebben we ook wat van het eiland gezien. Dus dat gaan we vandaag doen.
bij een klooster kijken. Ik ga niet daar binnen filmen, maar ik of misschien wel, weet ik eigenlijk niet. Maar ik ben heel benieuwd. Kijk. Wat schattig dit. Nou, we gaan hier even zwemmen hoor. Kijk, er oh, wat een leuke bikini heb je aan. Echt super mooi hier. We zijn nu dus in het dorpje Cassiopi. Nou ja, we gaan zo meteen weer weg hier, maar het is hier echt zo super leuk. Echt. Als je een keer naar Corfu gaat en je wilt een insta-waardige plek, dan moet je hierheen gaan. Want ze hebben hier zoveel leuke huisjes en dingetjes waar je foto's kan maken. Ik heb er helaas niet heel veel gemaakt. Een paar. Maar ja, het is echt super leuk. Dus als je dat graag wil, dan moet je echt een beetje deze kant op zoeken. Want het is echt super leuk allemaal. Het is echt heel schattig. Ik ben weer terug op de hotelkamer en ik ga zo lekker naar het zwembad, want het is echt bloedje heet. Het is vandaag 35 graden, dus dat is heel heet. Het voelt namelijk nog heter dan 35 graden. Maar we hebben dus vandaag een tour gedaan. Ik heb heel veel sfeerbeelden gemaakt, niet zoveel gepraat, maar we hebben de Noordtour gedaan. Die is gewoon georganiseerd vanuit Corendon en het was zo leuk. Ik vond het echt oprecht heel erg leuk. En op deze manier hebben we ook nog wat van het eiland kunnen zien. Ja, ik vond het echt een hele leuke dag. Had ik eigenlijk niet zo erg verwacht. Maar ik vond het super leuk. En het dorpje waar we waren geweest was echt helemaal leuk. En ja, dus mocht je hier een keer naartoe gaan, dan raad ik zo'n tour echt best wel aan. Want ja, het wordt gewoon allemaal voor je geregeld. En je ziet gewoon een stuk van het land. En het is echt, echt heel erg leuk. Maar nu ga ik lekker naar het zwembad, want ik heb bloedheet. En ik laat de camera even op de kamer. Hallo. Ik heb vandaag nog helemaal niks gevlogd. Het is iets van 5:30. En we hebben de hele dag lekker op ons bedje gelegen. Dus er viel ook weinig te vloggen. Maar ik dacht, laat ik voor vandaag maar wel nog even wat vertellen. Het was vandaag best wel een beetje een bewolkte dag. Een beetje afwisselend. Dan weer wolken, dan weer zon, dan weer wolken. Maar dat is juist wel lekker, want anders is het echt bloedheet. Nu heb je gewoon af en toe een beetje schaduw. Dus dat is wel heel chill. En we liggen nu op het strand. As you can see. Het strand hoort niet bij ons hotel. Het hoort bij een ander hotel. Maar als het goed is mogen we hier gewoon liggen. We weten het eigenlijk nog steeds niet helemaal zeker. Maar het is gewoon een open strand. Alleen het hoort wel bij het hotel. Dus nou ja. I don't know. Maar we zijn nog niet weggestuurd. Dus het zal wel oké zijn. Toch leuk voor de film. Ja. Goedemorgen. Het is vandaag maandag. En we zitten weer lekker op het strand. Zoals elke dag. Ik heb gisteren niet zoveel gevlogd. Sorry daarvoor. Maar weet je, je doet gewoon de hele dag hetzelfde. En dat is op je bedje liggen en zonnen. Heel lekker, maar daardoor vlog ik niet zoveel. Maar goed, het is weer een hele mooie dag zonder bewolkte wolken. Zonder bewolkte wolken. Zonder bewolking. Dus dat is fijn. En ja, dat. Nou, mama en ik gaan zo meteen naar Corfu stad, want daar zijn we nog niet geweest. En dat moet je denk ik toch wel gezien hebben als je hier bent. Maar het is echt bloedheet buiten, dus dat wordt nog leuk. Dat gaan we doen met de bus. That looks really good. We zijn weer terug in Gouffia en we gaan hier lekker eten.
lekker pizza eten, hè mam? Ja, lekker lekker. Lekker lekker. Kom maar. Oh, grote pizza. Lekker, lekker. Lekker, 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 lekker. Wat een gezelligheid. Niet normaal. Is gewoon niet normaal. Goedemorgen, het is vandaag woensdag en we gaan vanavond weer naar huis. En eerlijk gezegd ben ik daar best wel blij mee. Ik heb het wel een beetje gehad hier. Het is heel erg mooi en fijn en leuk en lekker om de hele dag op je bed te liggen. Maar op een gegeven moment is het altijd een beetje klaar bij mij. Dan wil ik gewoon weer terug naar Nederland. Dan wil ik gewoon weer mijn eigen ding kunnen doen. En ja, dus vanavond vliegen we naar huis. We vliegen pas om 8:30, dus we hoeven hier ook pas om 6:00 weg. Dus we hebben eigenlijk nog een hele dag. Mama is aan het meedoen met Aqua Gym. Ik had er echt geen zin in. Kijk, daar is ze. We gaan weer naar huis. Eindelijk. Oh, mijn eigen bed. Oh. Heerlijk. Ik ben weer lekker thuis. Oh, heerlijk. Weer lekker in mijn eigen kamertje. Ik ben echt oprecht zo blij dat ik thuis ben. Echt heerlijk. Oh. Nu ga ik lekker naar bed. Ik ga morgen weer verder vloggen. Goedemorgen. Ik ga zo meteen lekker naar mijn vader toe. Want dan ga ik eten. En ik ga met de auto. Be strong. Het is heel erg, maar ik heb letterlijk sinds ik mijn rijbewijs heb, dat is nu bijna een jaar, nog maar één keer alleen gereden in de auto. Meestal zit mijn moeder er gewoon nog naast. Ik schaam me echt als ik dit zeg. Maar nu ga ik gewoon even alleen. Ik moet het gewoon gaan doen. Maar even voor duidelijkheid, ik ben dus niet bang om te rijden. Dat is echt niet het probleem. Dat doe ik gewoon. Maar ik kan dus echt niet inparkeren. Ik kan het gewoon echt niet. En ik word er heel gestrest van. En ik ben altijd bang dat ik helemaal voor mezelf voor schut zet daar. Maar dat moet ik gewoon niet meer doen. Ik moet het gewoon gaan doen. Klaar ermee. Dus ik ga zo meteen naar mijn vader toe met de auto. Wat gaan we doen? In de bubbelbad. En kijk eens jongens. Jullie kijken naar Groene Vlog. Mijn naam is Thomas. En mijn zus zit ook te vloggen. Hallo. Hallo. Ik ben ook aan het vloggen. Ik ben aan het vloggen. Maar in ieder geval, we gaan in de bubbelbad. Zo. En dat is heel leuk. We gaan lekker in de jacuzzi. Hey. Kijk dit hè. Woe. Oké, nu ga ik er ook in. Want... Oh. Yeah. Omdat de bak die helemaal vol zit. Oh. Maar we kunnen hem filmen. Nee, doe maar niet. Waarom niet? Laat gewoon, Tom. Oké, nu ga ik er ook in. Doei. Oké, jongens, we zitten met z'n allen in de bubbelbad. En kijk, mijn hond is zo gek dat ze erbij gaat. Zoeko. Laat er eens zwemmen. We gaan maar naar zoeken. Oh. Voilà, het is vandaag vrijdag en ik heb vandaag de medische keuring gedaan voor mijn school in Tilburg. Ik heb jullie niet meegenomen, maar weet je, ik ga daar toch niet vloggen, dus hang jij. Maar ik ben er in ieder geval voor geslaagd, dus dat is fijn. Dat was allemaal best wel positief. En nu ga ik naar Amsterdam, want ik ga eten met Lucas daar. En daarna ga ik naar een voorstelling van een vriendin van mij. Ik laat mijn camera wederom even thuis, want ik ga waarschijnlijk toch niet filmen, want ik ga lekker kletsen met Lucas en zo. Dus dat is wel heel erg leuk. Maar ik laat mijn camera even thuis. Dus ik hoop dat jullie het niet erg vinden. Het is een beetje een druk weekend dit weekend, maar dat dus. Ik zal wel eventjes kort mijn outfit laten zien. Ik heb dit jurkje aan van Come Get Fashion. Met blote beentjes en dan doe ik mijn Dr. Martens eronder. Dus leuk! Oh my god. Oh, ik moet er even goed voor liggen. Ik heb eindelijk tijd om eventjes met jullie bij te kletsen. Oh my god, het is echt... Sinds ik terug ben van vakantie heb ik het echt weer zo druk gehad. Ik heb helemaal gewoon niet kunnen vloggen. Ik ga jullie even bijkletsen over mijn afgelopen weekendje. Vrijdag had ik mijn medische keuring voor Fontis. En nu vraag je je af van... Hoezo? En wat is dat? En ja... De medische keuring is eigenlijk gewoon... Ik moest wat testjes doen lichamelijk. En ik moest naar een sportarts.
En die ging dan allemaal dingen controleren. En het is eigenlijk gewoon omdat je op deze opleiding best wel veel dans krijgt. En het is gewoon om te kijken of je geen blessures hebt of gekke dingen waardoor dat mogelijk niet zou kunnen. En dat soort dingen. Dat heb ik gedaan, dat heb ik gehaald. Dus dat is fijn. Zaterdag, dus dat was gisteren, had ik generale repetitie voor de dansvoorstelling van mijn dansschool. Dat hebben we volgende week. Maar daar was ik gisteren de hele dag en 's avonds ben ik naar de bios geweest. Naar de film Hereditary. Ik weet niet hoe je het uitspreekt, maar die nieuwe horrorfilm. En er stond over op Facebook, engste film ooit, bla bla bla. Mensen doodsbang de film uit. Het is weer echt de grootste bullshit ever, want deze horrorfilm was echt niet eng. Er zaten zelfs momenten in de film dat iedereen gewoon helemaal stuk ging van het lachen. Omdat sommige dingen waren gewoon zo slecht, dat je er gewoon om moest lachen. Ik heb echt ook echt veel gelachen in die film. Maar hij was wel leuk. Ik vond hem oprecht wel leuk om te kijken. En op zich, als je er later over nadenkt, merk je wel dat er wel diepe shit in die film zit, zeg maar. Dieper dan je denkt. Vandaag moest ik ook weer dansen. En nu lig ik al de hele middag in mijn bed. Ik ga weer proberen om mijn weekvlogs weer eventjes wat leuker te maken. En gewoon weer even wat meer voor jullie te filmen. Want ik heb soms een beetje het idee dat ik het er een beetje bij laat liggen, zeg maar. Of hoe zeg je dat? Ik heb soms een beetje het idee dat ik te weinig film of te veel film in mijn kamer en bla bla. Ik ben ook heel benieuwd hoe mijn vakantievlog geworden is. Want ik heb er nog niet echt naar de beelden gekeken. Ik heb geen idee hoeveel ik heb gefilmd. Als het niet zoveel is geweest, sorry. Maar ik wil in ieder geval weer eventjes een beetje mijn kanaal weer wat meer gebruiken, zeg maar. Want ja, als ik straks ga studeren, dan heb ik al helemaal geen tijd meer voor YouTube. En dan zal ik waarschijnlijk nog minder gaan uploaden. Dus ik wil er gewoon deze zomer nog wel eventjes lekker tegenaan gaan. En lekker gewoon leuke video's voor jullie uploaden. Dus ik hoop dat het allemaal gaat lukken. Ik ga mijn best doen. Dus ja. Ik had de vlog nog helemaal niet afgesloten. Dus bij deze, heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei doei!